Ben u nou vanmorgen met paard gekomen of met de auto? Het zit wel allemaal mee zo erg hoog dat ik zo laat was. Nee, ja. Ik ben 10 vracht met de auto gekomen. Het stond zo vast, zo vol. Dus als ik ergens naartoe wil en ik moet op tijd ergens zijn... Ja. Dan ben ik er ook. Die file kon je niks te doen. Nee. Ik zei, ja, die had je al bij hem voordat je wegging, dat filetje. Ja. He, dat weet je al, hè? Het is de moppetrommel, het is meer de klaaglijn een beetje. Ja, misschien wel, maar ik wou het toch eventjes zeggen. Oh, u wilt even zeggen, ja. Had u ook een mopje of was het... Ik had wel een klein mopje. Ja, klein. Nou, kan ook leuk zijn. Ik hoef niet zo groot te doen, hè? Nee. Nou, dan zal ik er even eentje vertellen. Ja. Er waren 2 blondines. En die zat samen op het terrasje. Een bakje te drinken. Of een glaasje, net in de wat. Toen zei die ene blondine tegen de andere... God sinds je van het jaar valt kerstmis op vrijdag. Ach, zei die andere blondine. Als dat maar niet de 13e is. Nou, erg blond, hè? Hij is goed, hoor. Hij is goed, hè? Ja. Die kennen een ding, zit hij. Ja. Met haar erop. Haar erop. En dat gaat erin, hè? Gara, wat is dat? Ja. Dat weet ik ook niet, niet. Nou ja, ik weet het wel, maar dan moet ja, maar, ik... Ja, als ik het zeg, dan weet ik het. Nou weet dat jullie voor, dat waren vroeger hadden de mensen... van die dingen, weet je, als ze koude handen kregen... Ja. Hadden ze zo'n mofje aan, weet je. Ja. Stoken ze de handen in en zo gingen ze erop uit, hè? Ja. En dat was het. Een moffie, hè? Een moffie? Een moffie, hè? Van die kennen dingen, dames, dingen, houd erop en dan gaat erin en dat is een moffie, hè? En waarom bevriest een ei niet? Waarom bevriest een? Ei niet. Niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo? Ja. Een ei bevriest niet? Nee. Omdat het dan door erin zit. Vind ik ook sterk.